Normaal is het podium van het Wilmink Theater alleen bedoeld voor de grote sterren. Maar nu is het de beurt aan de leerlingen van het Stedelijk Lyceum Kottenpark. Met een avondvullende voorstelling proberen ze jong en oud te vermaken. Waar gaat de voorstelling over? Het gaat over vrijheid, over freedom. En dat mag je tweeledig opvatten. Het is de vrijheid van leerlingen om vanavond op dit podium te kunnen laten zien wat ze kunnen en kunnen maken. Dansend, zingend, acterend. Maar het appelleert ook een beetje aan de politieke context van waar we nu in verzeild geraakt zijn. Verschillende band- en zangcoaches hebben de leerlingen de laatste weken begeleid om de voorstelling zo goed mogelijk te laten verlopen. We zijn ooit begonnen in de kleine zaal van de Twentse Schouwburg. Het is een traditie geworden in de school. En er doen 124 leerlingen mee die vanavond op het podium staan. Hoe gaat het met het repeteren? Ja, het gaat heel goed. Het is wel veel wachten, maar het loopt gewoon goed. En het gaat allemaal heel goed en iedereen doet het supergoed. Dus, ja. Wat is het leukste aan het opvoeren van zo'n toneelstuk? Nou, het samenspelen met een groep en dan op het einde het applaus. Ik vind het zelf gewoon de kick om voor zo'n grote zaal te spelen. En het is gewoon hartstikke leuk om het allemaal mee te maken, ook achter de schermen en zo. Ben je al zenuwachtig voor vanavond? Mooi, heel klein beetje. Weet je, het is toch altijd wel spannend om voor zo'n heel groot publiek te staan. Ja, je hebt veel geoefend en ik zit dan in een groep en dan dat maakt het wel minder spannend. Wij gaan met de big band bij de Rivers of Babylon spelen. Dat is toch altijd wel leuk om te doen. Wat verwachten jullie van vanavond? Dat het een hele boeiende voorstelling wordt. Van ongeveer 8 uur tot 11:15 vanavond.